Goedemorgen is het denk ik nog steeds voor jullie die de video kijken. Zal het wel al middag zijn, want het duurt altijd even als ik het heb opgenomen om het te uploaden. Welkom allemaal, welkom bij Cindy's Creations vlog nummer 6. Ik heb het bloed heet, dus als jullie me dit zien doen dan... Het is een beetje tropisch warm in mijn kamertje. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Hartstikke leuk dat jullie weer kijken. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Cindy van Cindy's Creations op Instagram en op Facebook. Ik kom uit Ede en ik vind het gewoon heel erg leuk om jullie mijn projecten te laten zien. Heel veel breien, een beetje haken, tegenwoordig ook spinnen erbij. Dat vind ik echt enorm leuk. Ik heb, zoals heel veel van jullie weten, een nanospinner gekregen voor mijn verjaardag. En ik ben gewoon heel fanatiek bezig. Dus laten we beginnen met wat ik te doen heb. Het is wel 2 dagen later als dat ik gehoopt had. Maar vrijdag had ik zo enorm last van de warmte dat ik gewoon echt geen puf had om een vlog op te nemen. Gisteren had ik het een en ander te doen. Dus ik dacht vandaag, weet je wat, ik ga het nu opnemen. Dan heb ik het maar gehad, om het zo maar te zeggen. Waar ga ik mee beginnen? Ik ga even beginnen met eigenlijk alle lopende dingen. Ik heb niks afgemaakt. Dat is gewoon niet gelukt. Ik zal jullie straks ook een beetje inlichten waarom dat niet gelukt is. Ik ben wel een stukje verder met de trui voor mijn dochter. Dat is deze witte trui. Ik ben al een stuk met de mouw. Nou ja, dan moet ik nog wel een stukje maken. Maar deze mouw moet ik ook nog doen. En dan, nou ja. Ik heb de boord beneden ietsjes langer gemaakt als dat in het patroon stond. Het patroon is van aan de haak. Nee, dat zeg ik niet goed. Hobbyhandig is het patroon van. Het is gewoon een basic trui. Ik maak hem met Mr. J Remix en dan gewoon in het lekker zomerswit. Als jullie geluiden op de achtergrond horen, dat is mijn konijn die uit het hok wil ontsnappen. Sorry als jullie wat dingen horen wat niet helemaal erbij hoort, zeg maar. Dat is de witte trui voor mijn dochter. Ik zat te worstelen heel erg met het feit mouw. Ik had een naald van Knitpro had ik gedaan. Die was eigenlijk te lang. Ik brei hem met naald 3,5 als ik het goed onthouden heb. En dan zat ik aan een dilemma van ga ik hem op Magic Loop verder breien? Nou, dat duurt zo lang. Daar heb ik echt, had ik helemaal geen zin in. Heb ik een kortere naald gepakt. Die was weer te kort. Dan had ik de juiste dikte niet. Dus al met al heb ik nu... keek ik op de site van Mirjam Molenbeek. En zij breidt of in ieder geval gaf als advies om mouwen te breien op een kleine rondbreinaald. Van 23 centimeter. Dat zijn eigenlijk deze kleintjes. Alleen dit is maat 2,5. Dus dat is niet genoeg. Dus ik heb een nieuwe naald besteld. En dan hoop ik wel dat ik heel vlot die mouwen af kan krijgen. Want ze willen hem natuurlijk heel erg graag aan. Want ze heeft hem al gepast. En hij past gewoon goed. Het is wel een oversized off-shoulder truitje. Maar ik zat gewoon te worstelen met die mouwen. En dan heb ik hier weer de naalden niet. En dan is die weer te lang. En dan is die weer te kort. En in ieder geval. Ik ga hier aan verder zodra ik mijn naald binnen heb van Mirjam. Dan ben ik ook bezig nog, zoals jullie weten, met mijn Summer Sorrel Tee van Wool and Pine. Dat is deze. Ik heb echt al een hele hoop mooie versies gezien op Instagram. Alleen ik heb hem, of ben hem aan het breien met de wol van Lana Grossa Cool Wool Hand Dyed. En dan de kleur Assam.
En dan heb ik 3 strengen gebreid. En nou heb ik geen garen meer. Dus mijn vriendin Georgina had nog een streng. Dus die komt eraan. En dan kan ik hem afmaken. Want ik ben zo ver. En hartstikke leuk. En hartstikke blij. En de suggestie wat ik kreeg van Petra van Wat Wolly. Om de onderkant na mijn borstomvang, zeg maar, met een dunnere naald te gaan breien. Nou, dat was echt een top suggestie. Dankjewel Petra, echt hartstikke gaaf. Want kijk, nu is het wel gewoon hartstikke mooi. En het past goed. En ja, hier ben ik gewoon heel blij mee. Dus echt heel erg bedankt voor jouw suggestie. Het wordt hartstikke leuk. Ik zit alleen te wachten op mijn laatste streng. Dan kan ik hem helemaal af gaan maken. Dus deze ligt eigenlijk eventjes een beetje te rusten in zijn tasje. Dan ben ik met een sok bezig. Zoals jullie hebben gezien, een wintersok met DK garen. Dat is deze. Deze heb ik al af. Het is... sorry, ik laat me zo vallen. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Ik heb nog zoveel over. Ik heb hem overgenomen van Jennifer, als ik het goed heb, van 3 kleine schaapjes. Het garen is van Truly Hooked. Dit is het logo daarvan. Het is Crazy 8 DK. Het is 100% superwash merino, 250 meter per 100 gram. Dus echt super leuk garen. Echt heel erg leuk om een wintersok, een lekkere dikke sok mee te maken. Ik heb 60 steken opgezet. En ik heb nu eens een keer een boord gebreid van 3 recht, 1 afrecht. Ik heb 1 bij 1 gedaan. Ik heb 2 bij 2 gedaan. Nu heb ik dan 3 bij 1. En ik moet zeggen, voor dit garen vind ik dit eigenlijk wel een hele fijne boord. Want hij zit gewoon echt heel erg lekker. Past heel goed. Nou, dan heb ik dan natuurlijk de heel flap en de korte heel en dan hoppata. Dan naar de voet. Ja, het is gewoon, ik vind hem hartstikke leuk en het past gewoon goed. Het is heel erg zacht garen, dus ik ben er heel erg blij mee. Dus ik heb de tweede alweer opgezet. Dat doe ik altijd wel. Als ik nu een sok af heb of ik ben bij de, ik moet de teen nog dicht naaien, dan ga ik gelijk opzetten voor de volgende. En ik vind eigenlijk, als ik dit zo zie en ik draai hem om. Kijk. Is ook wel eens een keertje leuk om gewoon een sok te breien en hem dan om te draaien. Kijk, want dan heb je gewoon ook iets heel geinigs. Dan heb je gewoon eens een keer een averechtse sok aan je voet. In plaats van met zo'n steek. Ja, dat is eigenlijk ook best grappig. Alleen dan zie je de kleurtjes niet zo goed. Maar het is wel grappig. Niet dat ik het met deze doe, want dan vind ik de heel dan niet leuk. Maar ik vind de boord, vind ik dan weer wel leuk. Dus wie weet wat ik nog ga fabriceren met de volgende. Dus dat is mijn sok. Ik gooi hem gelijk even weer op de plank, want dan ben ik het maar kwijt op mijn tafeltje. Dan, dit is mijn haakproject. Het is een beetje rommelig. Maar daar maakt helemaal niks uit, want daar hou ik van. Nou ja, niet rommelig in mijn huis, maar wel al over mijn hele kamer. Mijn trui heb ik laten zien. De trui van mijn dochter heb ik laten zien. Mijn sok heb ik laten zien. Dan ben ik ook, en dat vind ik eigenlijk heel leuk aan verschillende projecten maken, is dat je gewoon elke keer weer wat anders kan pakken. Als je het een beetje zat bent bijvoorbeeld. Want als ik met die trui bezig ben buiten op balkon, en het is heel warm, dan krijg ik het heel snel warm. Want je hebt best wel wat op je schoot liggen. Dat heb ik met de sok dan niet. Maar dan, nou, dan pak je weer eens eventjes wat anders. En dan eigenlijk gewoon een beetje afwisseling. Nou, dat vind ik gewoon heel leuk. Dit is mijn Banana Leaf Shawl van Yuki Ueda. Ik ben al zo, ik laat jullie weer de verkeerde kant, voor jullie de verkeerde kant zien.
Of laat ik nou de goede kant zien? Nou, dat maakt eigenlijk in principe helemaal niks uit, volgens mij. Dit zijn garen die ik allemaal heb gekregen van de adventkalender. Deze had ik gekregen van VMCJ Knitwear van Vivienne. Deze heb ik gekregen van Happy Knitting. Deze precies hetzelfde. Ook van Happy Knitting. En nou viel het me op. En nou weet ik niet of dat jullie dat ook hebben. Maar bij het ene garen met de glittertje blijft het glittertje heel netjes zitten. En de andere, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee, dat kunnen jullie denk ik niet zien. Dan gaat het glittertje er een beetje uit. Dan krijg je allemaal van die glittersprietjes. Vind ik eigenlijk best zonde. Ik vind het hartstikke leuk met glitter. Ik heb, deze heeft ook een glitter erin. En die heeft ook een glitter erin. Maar dan schiet het glittertje er gewoon uit. En dan denk ik, ja, zonde. Eigenlijk. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Want ik heb nog gewoon een hele bol met glittertjes en dingetjes. Dat is eigenlijk wel leuk met een lampje, want het licht in mijn kamer was niet helemaal geweldig zo met de zon. Dus ik denk, ik doe een lampje voor mij aan. En dan, kijk, dan zie je ook gewoon de glitters. Hartstikke leuk. En deze komt hierna. Ik ga hem ietsjes eruit halen. Dat is met wat blauw en roze en wat paars. En kijk, hier zie je hem ietsjes beter kleuren. Dus deze komt hierna in de sjaal. En dan heb ik een hele, zoals jullie weten, een hele palet nog vol met allerlei minis. Dus ik denk dat deze daarna komen. Ik wil gewoon een hele kleurrijke, leuke sjaal maken. Ook met minis. Dus dat is mijn derde breiproject. Dan wilde ik qua breien een, ik zat er iets te dichtbij. Wilde ik een vestje maken van mijn boek De Klompenlompen. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik nu dit keer wel goed. Alleen daar zat ik een beetje mee dat ik het juiste garen nog niet kon vinden. Nou heb ik best wel al veel wol, zoals jullie ook hier achter mij kunnen zien. En dat is niet het enige wat ik heb. Ik heb nog wel meer. Alleen, toen zat ik te denken van ja, het is allemaal wel leuk Cindy, dat jij allerlei dingetjes wil gaan maken. Maar wat ik zie, moet ik nieuwe wol bestellen. Nou, dat vind ik eigenlijk zonde, want ik heb nog best wel heel veel mooie wol. Dus ik heb mezelf voorgenomen om nu patronen, leuke patronen te zoeken met wol die ik al heb. Ongeverfd, geverfd, maakt niet uit. Dus dat wil ik eigenlijk de komende tijd gaan doen. Dus ik heb wel weer wat bij Eline besteld. Dat is eens een hele mooie zebra streng. Daar ga ik dan sokken mee maken. Maar voor de rest ga ik geen wol meer kopen. Want ik wil eerst eens eventjes de projecten afmaken die ik nu al heb. En dan ga ik projecten breien met de wol die ik al in mijn voorraad heb. Ik denk dat dat veel beter is. En dan kan je daarna kan ik weer een leuke wol kopen. Of ik het volhouden weet ik niet. Want ik vind wol kopen heel leuk. En ik ga binnenkort ook naar de, hoe heet dat, Wolligland leven. Wollig iets in Heerde op 3 juli. Daar is een wol, lifestyle, streekproducten evenement bij het kasteel. Daar ga ik heen. Dus wie weet wat ik daar allemaal zie. Maar dat is in ieder geval wel mijn voornemen. Dus wat heb ik nu uitgekozen? Ik moet hem op mijn telefoon eventjes laten zien. Want de inkt van mijn printer is op. Dus dan kan ik jullie niet laten zien. Ik heb nu een trui uitgekozen. Dat is de Abenteuer sweater van Herb Garden. Zij is Duits.
Ik ga hem eventjes iets groter maken. En dat is deze. Zij heeft hem in een beetje lichtroze met donkerroze. Zie je zo hem bij de mouwen. Ik vond hem zo leuk. En je hebt daar in het patroon staat 4 strengen voor nodig. 4 strengen fingering weight. Voor mijn maat dan. Dus ik had nog een allerlei strengen had ik liggen. Dus die heb ik geverfd. En volgens mij heb ik dat ook op Instagram laten zien. Heb ik deze ervan gemaakt. In het appeltjesgroen heb ik ze geverfd. En dit is merino met zijde. Dus ik denk dat dat gewoon wel heel erg zacht is om mee te breien. En ook wel, denk ik, het voelt heel zacht aan. Dus dat vind ik ook wel fijn. Dus dat is appeltjesgroen. En dan heb ik deze, dat is een gewone merino. Die had ik nog liggen. Ik heb daar ook wat andere kleuren. Maar ook dat appeltjesgroen heb ik erbij zitten. En dat wordt dan, wat zij in het donkerroze heeft, doe ik in deze. En de rest van de trui in het appeltjesgroen. Gewoon lekkere, mooie zomerkleuren. Lekker vrolijk. En dan wordt dit mijn setje. En dan ga ik daar aan beginnen. Zodra een van mijn andere 2 truien klaar is. En ik heb nog een trui op de naald zitten. Maar ik kom daar gewoon niet doorheen. Ik weet niet wat het is. Het is best een hele leuke steek om te maken. Maar het, ja, ik weet niet. Het breidt niet zo heel lekker weg. Dat is de Rock Creek sweater. Ik kom er gewoon niet zo goed doorheen. Misschien is het ook nu mijn tijd niet om zoiets te maken. Dat weet ik niet. Maar ja. Nee, op dit moment is dat niet eventjes niet mijn ding. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want ik kom echt wel af. Want ik ga niet uithalen. Dat zou dan de tweede keer zijn. Dat ik met die wol iets uithaal. Dus ik ga hem wel afmaken. Maar dat duurt eventjes. Voordat ik dat klaar heb. Dan ben ik door mijn breiwerkjes heen. Ja. Dan heb ik een haakwerkje. En het zal ook niemand verbazen, want volgens mij heb ik die ook al een paar keer laten zien op Insta. Dat is mijn leuke tasje. Projecttasje. Oh. Dat is een zwarte vlek. Die moeten ze weer in de was. Zelf gemaakt. Ik was wat aan het proberen met kilten. Dus ik dacht van dan koop ik allemaal van die leuke kleine lapjes. En daar ga ik wat mee proberen. Ik vind het best heel erg leuk gelukt. En het is voor mijn haakwerk gewoon hartstikke leuk. Wel zonde van de vlek. Maar ik weet niet wat het is, maar gaat er vast wel weer uit. Vlekken verwijderen, hutje. Zoals ik gezegd had, de vorige keer ben ik bezig met een dekentje voor op de bank aan het haken in granietsteek. Ook met alle advents, maar dan alleen maar van, op dit moment alleen maar van Happy Knitting, van Georgina. En ik ben er weer even aan het rekken en aan het strekken, want hij moet natuurlijk nog wel geblokt worden, maar dat doe ik natuurlijk pas als hij helemaal klaar is, want er komt nog een rand omheen en alles. Dus ik ben nu, heb ik de vorige keer volgens mij dit laten zien, de zalmkleurige stukje. Maar even kijken waar ik moet kijken. Zalmkleurig stukje. Dan heb ik deze grijze erbij gedaan. Blauwe was maar een klein stukje, maar dat maakt niet uit. En dan ook weer met glittertjes. Het is een beetje lichtblauw, donkerblauw, jeansblauw. Het is eigenlijk allemaal verschillende kleuren blauw. En dan, nu ben ik bezig met deze mintgroen. Die is echt zo mooi. Het is jammer dat jullie niet helemaal goed de kleur kunnen zien. Want hij is veel mintkleuriger als dat hij eigenlijk nu zo te zien is. Ja, zo gaat het allemaal nog. Maar goed, voor degene die minis van Georgina hebben gekocht in zo'n bundeltje. Die weten precies welke kleuren het zijn. Maar het is echt, de kleuren zijn heel mooi. Ik heb nog een heel klein beetje van de mintgroen met de glittertjes.
En dan moet ik daarna eventjes kijken, want ik heb er nog 1, 2, nou, ik heb nog 3 minis van het strengetje, maar ik heb nog meer minis liggen. En dan moet ik even kijken welke minis ik daarna ga gebruiken. Misschien nog een paar van mezelf, die ik zelf heb geverfd. En in ieder geval moet het een deken worden. Daarna komt hier omheen aan deze zijkanten en bovenkant en onderkant komt er nog een hele mooie sierrand omheen. Ik ben een beetje op Pinterest en op Insta en zo aan het kijken. En bij mijn eigen patroon aan het kijken wat voor sieranden ik eigenlijk allemaal leuk vind. En wat ik allemaal gezien heb. En daar wil ik eigenlijk gewoon iets van andere patronen gebruiken, zeg maar. Om gewoon een mooie rand eromheen te maken. Ik haak dit allemaal op haaknaald 3,5. Dus het gaat niet heel vlot, maar dat maakt niet uit. Want het is gewoon een lekker projectje waar je niet over hoeft na te denken. Je kan gewoon bij de televisie zitten of lekker op een balkon. En dan gewoon lekker aan mijn dekentje haken. Dus het is gewoon hartstikke fijn. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Wat heb ik nog meer? Ik ga deze projecttas even. Ik was pas bij mijn ouders. En toen liet ik wat dingetjes zien. En mijn zusje moest lachen dat ik... Tenminste, ze lachte me niet uit hoor, zo bedoel ik het niet. Maar ze vond het wel heel leuk dat ik alle projectjes in een aparte projecttas heb zitten. Dus mijn sok in het ene tasje, dit in het andere tasje. Mijn sjaal weer in een nieuw tasje. En nou, dat vond ze echt, ze zegt, jij met je tasjes. Dus ja, ik denk dat ik ook wel een beetje een projecttasjesverslaving heb. Maar goed, wie breidt, haakt... Heel creatief is, heeft volgens mij allemaal dezelfde, we hebben allemaal dezelfde tik. Dus daar maak ik helemaal niks uit. Het is gewoon hartstikke leuk. En ik maak ze ook zelf. Ik koop ze, ik maak ze zelf. Maar de meeste die ik heb, heb ik zelf gemaakt. Ik heb er maar 2 gekocht. Deze heb ik pas gekocht. Die vind ik ook hartstikke leuk. En waar heb ik hem gekocht? Bij de Action. Action was open. Ah, helemaal fijn. Deze gescoord. Mintgroen met een mooie gouden regenboog. En daar heb ik dan mijn handschoenen in zitten die ik verder moet gaan maken. Dus ook dat zit weer in het tasje. Dus ik overal waar ik leuke tasjes zie, neem ik ze mee. En dan heb ik nu, gaan we over op mijn nieuwe hobby. Mijn nanospinnetje. Super fijn ding. Ik merk alleen, en dat heb ik in de Facebookgroep... heb ik dat geschreven, dat als mijn spoeltje vol zit, bijna vol zit, ik zal even een spoeltje laten zien. Kijk, hier ben ik al mee bezig geweest. Dan wordt hij zo traag, dan wint hij haast niet op en hij draait bijna niet. Dan heeft hij er zo enorm veel moeite mee. Terwijl ik toch eigenlijk de verbeterde versie heb. Dus dan zou het eigenlijk wel moeten. Want de motor is een stuk krachtiger als de eerste versie. Alleen, hij wordt dan een beetje traag. Dus ik denk dat ik gewoon wat minder op het spoeltje moet doen. Ik weet niet of anderen van jullie met zo'n nano daar ook ervaring mee hebben. Maar ik vind het eigenlijk best wel heel jammer. Want hij zou het wel moeten doen, maar... Misschien ligt het ook aan de wol die je hebt. Dat de ene wol wat zwaarder is dan de andere wol. Dat zou natuurlijk ook nog zomaar kunnen. Dat weet ik niet, want ik ben natuurlijk niet zo heel erg ervaren nog met het spinnen. Dus ik heb wel verschillende spinwol nu besteld. En dan moet ik maar eventjes kijken. Misschien ligt het echt heel erg aan de wol. Dat die te zwaar is of te stug. Of, nou ja, in ieder geval, ik weet het niet. Maar welke ben ik nu aan het spinnen? Nou, jullie hebben het al een beetje gezien. Ik heb nu 2 bobbins vol. En als jullie mijn eerste spoeltje hebben gezien. Nou, dat was dik en dun en alles bij elkaar. En deze, ja, ik ben er echt mega trots ben ik op mezelf. Dat ik hem gewoon hele mooie, dunne, gelijke... spindraadjes heb gekregen. Dat is zowel bij deze als bij deze.
En ik vind het zo leuk, omdat die natuurlijke kleuren. Oh, nee, dat schiet lekker op. Kijk of je hem goed. Dus deze, dat is de. Ik kan er zelf uren naar kijken. Ik vind het echt zo leuk. Deze heb ik gekocht bij Schapenvacht en Lifestyle in Wijk bij Duurstede. Ik heb nog dit over van mijn 100 grams. Nou, dat is nog best wel heel veel. Dus ik denk dat ik er zeker nog twee van die bobbins vol maak. En het is Finse lontwol, humbug is het. 100 grams heb ik toen gekocht. Ik heb eerst heel erg met de kleine merino's heb ik geoefend. En toen dacht ik van nou, volgens mij gaat het eigenlijk best wel goed. En toen heb ik deze erbij gepakt. En als je dan het verschil ziet met wat ik hier heb. Dat is een van mijn eerste mini dingetjes die ik heb gemaakt. En je ziet dan deze. Of het ligt aan de bol die ik heb gebruikt. Maar deze en die andere, ik ben daar echt heel erg trots op mezelf. Want kijk hoe dit draadje, dat is gewoon, ja, het is gewoon een draadje zoals dat hoort. Hartstikke leuk. Ik weet niet of dat het heel erg kriebelt als ik het zo voel. Beetje. Maar ik wilde, denk ik, als ik het gedaan, alles gesponnen, gespind heb. Zoiets. Dan wil ik, ja, ik denk dat ik er een muts of zo mee wil maken. Ligt er natuurlijk ook maar net aan hoeveel meter ik heb. Ik weet nog niet precies hoe ik uit moet gaan rekenen hoeveel meter dat is. Dus ja, dat zie ik allemaal wel. Ik moet het allemaal nog ondervinden. Ik ben nu ook een boek aan het lezen via de e-reader. Dat is Fleece en Fiber Source. Het gaat over allerlei schapen over de hele wereld. Welke wol en welke schapen er bijna niet meer zijn. En wat je met de wol kan. Dat je allemaal eens eigenlijk, als je er heel veel van wil weten, allerlei verschillende soorten schapenwol en alpacawol en nou ja, eigenlijk allerlei soorten moet gaan uitproberen om te kijken van hoe spint het. Dat vind ik heel erg interessant. Ik denk dat ik dat ook wil gaan uitproberen. Want ik vind dat, ik ben nu aan het lezen, het is een Engels boek. Nou leest Engels voor mij ook gewoon heel erg makkelijk. Dus ik denk dat ik die experimenten wel wil gaan doen. Dus ik ben heel erg op zoek gegaan naar op Etsy en op internet naar verschillende soorten schapenwol, spinwol. Mochten jullie suggesties hebben waar ik zoiets kan krijgen, dan heel graag. Want ik wil daar dan ook met een blog gaan beginnen om eigenlijk, ja, gewoon iedereen te vertellen of mijn experimenten te gaan vertellen. Welke wol wat doet. En ja, wat ik gewoon heel fijn vind om te gaan spinnen. Ik denk dat dat gewoon wel mijn nieuwe inspiratie wordt. Want ik vind het echt enorm interessant. En gewoon heel leuk. Dus dit is mijn eerste Finse lontwol. Dat humbug. Ik vind het geweldig. Ik vind het mooi. Ik heb ook nog, sorry voor het gekraak, die donkere gekocht. Dit is Corriedale Humbug. Nou denk ik dat humbug misschien de kleur is of zo. Ik weet niet precies. Maar dat is die hele donkere bruine. En dat wil ik dan samen met deze lichtbruine gaan combineren voor iets. Dat moet ik eventjes nog verzinnen. Maar goed, ik heb nog, zoals je ziet, 100 grams nog te spinnen. Dus ik heb nog genoeg te doen. Dan heb ik nieuwe spinwol er nog bij gekocht. Er komt nog meer aan, maar dat zal ik jullie de volgende keer laten zien, want het is nog niet binnen. Ik heb deze tweed wol merino, ik weet eigenlijk niet precies wat het allemaal is, gekocht. Ik ben hem eventjes aan het in elkaar aan het netjes in elkaar aan het draaien, zodat jullie het beter kunnen zien.
Dat is deze. Het is oud roze. Met allerlei kleuren. Roze, blauw, groen, oranje. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken of de kleuren zitten er wel in. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit spint. Het lijkt me echt, als je dit ook zo ziet. Kijk, het is, ik vind het zo leuk en het is zo zacht. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus dit is ook eentje die ik wil gaan spinnen. En ja, kijk dan. Wat een mooie kleur. Er zit ook zelfs een glans zit erin. Ik zal voor jullie even opzoeken wat het precies is. Want daar ben ik vergeten eigenlijk op te schrijven. Wat deze spinwol is. En dan zet ik dat in het commentaar beneden mijn videootje. Dat is mijn experiment. Mijn dingen wat ik nu aan het doen ben. Ik zat even rond te kijken of dat ik misschien nog meer heb. Ik dacht eigenlijk dat ik niet zo heel veel te vertellen heb. Maar ik zit al aan een half uur met jullie lekker te beppen. Zijn er dingen die jullie willen weten? Zijn er dingen die jullie... ik weet niet. Suggesties, leuke tips. Vooral voor de spinwol en eigenlijk de wol van verschillende soorten schapen all over the world. Zeg maar. Ja, dat. En dan zie ik jullie denk ik weer over een maand. En dan hoop ik wat meer te vertellen te hebben. Oh ja, ik zou jullie nog even op de hoogte brengen van het feit waarom ik... wat er allemaal de afgelopen weken is gebeurd. Mijn vader is opgenomen in het ziekenhuis geweest. Opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een herseninfarct. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik niet zo heel veel gedaan heb. Want ik ben een paar keer naar mijn moeder gegaan om mijn moeder een beetje te ondersteunen. Want die loopt ook een beetje de benen uit de lijf op dit moment. Heen en weer naar mijn vader. Dingetjes doen voor mijn vader. En dan ook nog het huishouden en de eigen hondje. En nou ja, in ieder geval als jij al... net zoals mijn ouders langer dan 60 jaar bij elkaar bent. Dan is het best ineens een hele schok. Sowieso een schok. Als je partner ineens wegvalt. Tenminste, wegvalt niet. Hij is gewoon oké. Maar wel in het ziekenhuis. Nu zit hij in een revalidatiecentrum. Het gaat, vind ik, heel goed. Hij kan weer een beetje lopen. Hij kan weer staan. Hij doet zijn oefeningen goed. Zijn rechterhand kan hij weer gebruiken. Dus ja, we zijn heel blij dat hij er eigenlijk tussen haakjes goed vanaf is gekomen. En dat hij ook zicht heeft waarschijnlijk op dat hij weer gewoon naar huis mag. Dus dat is voor mijn moeder ook fijn. En Dat brengt toch wel enige stress met zich mee. En soms zit je dan te denken van... het kan zomaar ineens gebeuren. En dan staat toch iedereen zijn leven... Tenminste, van de familie staat een beetje op zijn kop. En dan heb ik gewoon niet zo heel veel zin gehad... om te breien of te haken of iets te doen. Ik was er voor mijn moeder. Ik had wel breiwerkje mee, maar je gaat meer lekker zitten kletsen. Want ik woon ook niet dicht bij mijn ouders. Mijn ouders wonen in Papendrecht en ik woon in Ede. Dus dat is een uur en een kwartier. Het is maar een uur en een kwartier. Maar je gaat niet zo even 1, 2, 3 een bakje doen of zo. En dan weer terug naar huis. Dus ik ben lekker 2 dagjes bij mijn moeder geweest. En haar ondersteund, lekker gekletst. En bij mijn vader geweest. En dat was dus de reden waarom ik gewoon niet zo heel veel heb gedaan. Geen zin. Er was eventjes wat anders wat belangrijker was. Nou hoop ik en dat denk ik ook wel dat iedereen dat accepteert en dat iedereen dat begrijpt. Het is nu allemaal weer rustig. Mijn vader is heel goed aan het herstellen. Dus ik kan gewoon weer mij volledig richten buiten mijn werk om natuurlijk... op spinnen en haken en breien. Meer breien en spinnen als haken, maar dat maakt niet uit.
Dus zeker zie ik jullie over een maand. Het was heel erg leuk weer om een vlogje op te nemen. Ja, ik kijk uit naar jullie reacties van de spinwol. Dat wil ik echt heel erg graag gaan doen. Dus heeft iemand, ja, wat ik net al zei, suggesties? Ik hoor het heel graag. Je mag mij DM'en op Instagram. Jullie mogen hier beneden commentaar zetten. Dat vind ik allemaal helemaal prima. Is hartstikke goed, hartstikke leuk. En bedankt voor degene ook die zich geabonneerd hebben op mijn kanaal. Hartstikke lief. Nou, dat was het. Ik zie jullie over een maand. Of op Instagram. Doei!